zijn jullie de ambassadeur geworden van Smart Industry als AB Software en Consultancy? Nou ja, het is zo dat wij natuurlijk, wij richten ons op de industrie. Maar daarnaast willen we inderdaad ook gewoon kennis delen. Het is voor ons ook een doel om onze klanten te bedanken. We hebben weer een prachtig jaar achter de rug met elkaar. En ik zou het heel leuk vinden als mensen achteraf denken van joh, hier heb ik nieuwe dingen gehoord. Ik heb leuke mensen ontmoet en inspiratie opgehaald. Oh, maar we registreren je wel als vrouw, hè? Volgende vraag. Wat is uw visie of doel met Smart Industry voor uw bedrijf? Ja, praat even met je buurman. Krijgen we een beetje veel binnen of niet? Oh ja, dan heb je meer klantwaarde. Processen verbeteren. Oh, ik mikte eigenlijk op Japan. Maar je hebt een beetje dikke vingers. Ja. Zou je niet zeggen, maar oké. Okay. En Bas, waarom pikte jij Japan eruit? Wat? Omdat ik nogal een groot fan ben van Toyota en Lean. Lean, ja, ja. Oké, maar nu is het wel de zaak om de volgende slag te maken. Geef ons een applaus. Jan Willem, kom naar voren. Dag Willem. Hi, goed je te zien. Het leukste is natuurlijk even over Smart Industry te hebben. We noemen ons wereldmarktleider, maar het is best wel makkelijk, omdat er zijn maar heel weinig bedrijven die het doen. Dus dan ben je heel grote grootste. Hoe kan ik een consument overtuigen om dat in zijn woonkamer te gaan hangen? Jullie hebben daar een oplossing voor bedacht en dat is een app. Ja. Dit is toch een soort brug naar die Smart Industry. Je maakt het kanaal open, je zorgt ervoor dat de data komt. Dankjewel. Wel dan. In de wetenschappelijke literatuur zijn er wel zo'n beetje uit. Ketensamenwerking, dat is een soort Eldorado. Het is werkelijk fantastisch. Het is sneller, beter, goedkoper, flexibeler, duurzamer. En dat allemaal tegelijkertijd. De eindgebruikers, de klanten worden er helemaal blij van. Alle deelnemende partijen worden er blij van. Het is win-win. Het is werkelijk iets fantastisch. Nou, wat me opviel is de opkomst, heel goed opkomst en ontzettend goed georganiseerd. Goed voorbereid, leuk, heel dynamisch effect, heel leuk. Vandaag is de unieke kans om te kijken welke producten er eigenlijk op basis van Exact beschikbaar zijn. En eigenlijk ook hoe ze uiteindelijk ingezet zijn door AB. En het is interessant om specifiek van die verschillende mogelijkheden daar nu wat meer over te horen en na te denken over of dat inderdaad een toegevoegde waarde is op Exact Loop wat we nu hebben. Als u nou morgen op de zaak komt, hè, en u heeft een leuk idee opgedaan, hè, en u loopt een beetje bruisend de zaak op, en dan komt er zo'n droeftoetje door de gang, die zegt dan tegen u, zo, heb je een cursusje gehad of zo, hè, je doet zo wilderig. En dan moet u eigenlijk een beetje dansen met zo'n type en dan zeggen, ja, was leuk dat je dat nu al aan me ziet, want er gaat hier nog veel meer veranderen. Ja? Want u heeft natuurlijk een aantal ideeën opgedaan, en het mooie is, als je maar één idee meeneemt uit deze dag, waar je ook iets mee gaat doen, heb je beweging. Wie heeft er iets met zijn business, jongens? Ja, natuurlijk. Wat dacht je dan? We wensen u een heel smakelijke week.